Letten. Hallo, mensen! Oversteken. Oké. Wat nu? Wat hebben we daar? We hebben daar gaan dat doen. We moeten ook honderd mensen wezen dat we niet bang zijn. En ook niet meer doen. Ja, dan? Kom hier, die mensen. Kom hier, kom hier, kom hier. Kom, kom, steek je maar open. Steek je open. Onder moeilijk nuance, man. Ja? We hebben het recht te protesteren. Ja, toch? Mensen moeten begrijpen dat het niet goed gaat in het land en mensen hebben het recht. We zijn bezig strijd te leveren om in elk geval ervoor te zorgen dat of de regering maakt een omdraai of ze donderen op. Moeders hebben hun kinderen, hebben geen eten om hun kinderen te geven. We moeten eerlijk zijn. Ja toch? De afgelopen 20 maanden. Ja, en dan is dit helemaal geen politieke praat. Ja toch? De afgelopen 20 maanden zijn er miljonairs erbij gekomen. Nu zijn ze multimiljonair aan het worden. Het is een kleine selecte klik. En wanneer men praat, dan wil men boos worden. Ja toch? Ja toch? Wat doet Matthijs in Witaki? We hebben slim gestemd, maar nu worden we sluw genaaid. We hebben slim gestemd, maar nu worden we sluw genaaid. Nou, de man op een bepaalde instituut money, dan heb je bijna 100%. Dus eerst als apostol ging op, dan bakken dat hij morgen toe laag heeft. Omdat de man bij de man oud. De man bij de man oud, dat unit is net 17%. Mijn naam is Zwartak, maar kies money. Maar met hem kiep maar vindt u. Is het waar dat de advocaat 40% moet doen? Niet die advocaat, de... Rechterlijke macht. Maar niet alleen 50%. Ze hebben ook voor toelagen, 2x20%. Voor ik kies 8% heb ik hier op een brandstof. Want meer, ik had 22 of 28 gulden. Dus jij levert in. Die overheid moet je betalen. Heeft de achterstand bij jou van meer dan 200 miljoen. En eigenlijk, die bent je samen in dat. Dat koers ben je onder 10 en 10. Nu een koers aan boven 20. Zij op bij jou. We zijn begonnen met de strijd tegen in feite wanverhoudingen vanuit de regering. De regering kweekt wanverhoudingen. En ik vind het jammer dat een respectabel mens als Hassan Khan zich leent voor deze zaken. Laten we zeggen, we hebben hem genoeg duidelijk gemaakt dat wat hij gemaakt heeft in 2010, namelijk FISO. Niemand wil FISO. FISO werkt niet. Het is vernietigend voor die totale overheid. Maar het is geschapen om de wenselijkheden die onder de tafel zitten van de VAP uit te voeren. Daarvoor is FISO geweest. En intussen waren gewaarschuwd voor FISO. Intussen is bijna ieder mee eens dat FISO een kwaad is erger dan kanker zelf. En hij verloedde de EK. Want hij leidde voor NPS nou, bobo. Bobo Gregory. Nee, hij roept Gregory op. Vastzak het bobo naar coalitie, dat komt het aan de hond. Makandra. Maar hij roept op. Wat zegt ze aan de boom? Gregory Rusland.
de waarachtige CLO en de waarachtige voorzitter van CLO, Ronald Hooghart, roept je op. Kom met Koekwa Strati. Zij zijn multi. Met de moxie, tjara kondries, kom horen betreft. 3-3. We hebben hem een roepoe op. We roepoe op. Dat we gaan me gedoren wat papa straat op tjizo. Dat was het.